Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren. Duindicht, driejarige Stakes, de opener. Onder nummer 1, Salt and Pepper Diamant met Dennis Minema. De 2, Urbano met Rick Ebbingen. Nummer 3, Urmia met Jeroen Engweda. De 4, Gaso Canje met Hugo Langeweg Senior. De 5 is Monaco Royal Event met John de Leon. De 6, Gigolo met Arnold Mollema, paard achter de auto. Nog 150 meter. Honderd meter nog. 50 meter. 30 meter start gevallen. Paarden zijn gestart voor de driejarige Stakes en het is na de start aan de binnenkant Salt and Pepper Diamant die de leiding heeft genomen, maar onmiddellijk wordt aangevallen door Urbano en Urbano neemt de leiding over bij het naderen van de eerste bocht. Salt and Pepper Diamant ligt in tweede stelling, maar wordt ook al aangevallen door Urmia. Urmia, dus de trainingsgenoot van Urbano, die komt nu naast de voornoemde trainingsgenoot en neemt zelfs de leiding over. Bij het doordraaien van de bocht is het Urmia die een lengtevoorsprong neemt op Urbano. Salt and Pepper Diamant in derde positie. Daarachter Gaso Canje. Aan de buitenzijde komt dan Gigolo. En de rij wordt gesloten door Monaco Royal Event. En zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Ze koersen langs de plassen en het is aan de kop Urmia die leidt. Urmia die krijgt de aanval op dit ogenblik van een Urbano. Die gaat met de contra-attack proberen de leiding over te nemen. Dat lukt ook. Op derde positie volgt dan Salt and Pepper Diamant. Vierde is Gaso Canje, terwijl er weer een schraal zonnetje opsteekt boven de rembaan duindicht. Voorlaatste is Gigolo en laatste in het peloton ligt nog altijd Monaco Royal Event. Paarden gaan de Klingendaalbocht in. Met ongewijzigd de posities zoals ze zo even waren. Urbano had dus de leiding overgenomen en leidt met een volle lengte voorsprong op Urmia. In derde stelling volgt daar altijd nog Salt and Pepper Diamant. Als ze de laatste 1000 meter ingaan. Vierde Gaso Canje, vijfde is nu Monaco Royal Event. Gigolo verwezen naar de laatste plaats. Als de paarden halverwege de rechte lijn aan de overzijde van de baan zijn. Met onveranderd Rick Ebbingen en Urbano aan de kop. Een lengte voorsprong. Urmia op de tweede plaats. Derde stelling Salt and Pepper Diamant. Vierde Gaso Canje. De vijfde plaats voor Monaco Royal Event. En zesde is Gigolo. En zo gaan de paarden dan de laatste bocht in. Met nog altijd stalling we daar 1 en 2. Aan de kop Urbano. Urmia tweede. Salt and Pepper Diamant die ligt derde. Gaso Canje die komt nu in het tweede spoor naar voren. En die gaat nu de leiders bedreigen. Daarachter volgt Monaco Royal Event. Ook die is in de overdrive. En daarachter volgt als laatste Gigolo. Als de paarden nu de laatste bocht doorkomen op weg naar de laatste rechte lijn. 400 meter nog af te leggen in de driejarige Stakes. Met nog altijd Urbano aan de kop. Urbano heeft nog altijd anderhalve lengte voorsprong. Urmia op de tweede plaats. Die wordt aangevallen door Gaso Canje. Daarachter volgt Monaco Royal Event en Gigolo aan de buitenzijde. Langs de intersectie van de banen met nog altijd Urbano de leider. Urmia op de tweede plaats. Gaso Canje lijkt weinig verder te komen. En we gaan de laatste meters in en het is Urbano. Urbano die heeft nog altijd het commando en wint met Rick Ebbingen de eerste koers. Urbano is de winnaar. Urmia wordt tweede. Gaso Canje derde. Daarachter aan de buitenkant Monaco Royal Event. Dan Salt and Pepper Diamant en Gigolo.